bij het dramalokaal. Ik heb hier twee acteurs naast me zitten die in de voorstelling speelden Lang en Gelukkig. Roeland en Chloe. Roeland, jij speelde de wolf. Ja. Klopt. Moet een droomrol zijn geweest. Ja, dat was het ook zeker. Ik vond het echt zo gaaf om te doen. Ja, ik heb nog nooit echt zeg maar, aan zo'n grote productie meegedaan. En dan om dan meteen als wolf daarin te kunnen spelen, dat is natuurlijk echt... Kun je eigenlijk niet, dat is eigenlijk meer dan je zou willen dromen. Ja, en was het moeilijk om hem te spelen? Ja, het was op het begin moeilijk om zeg maar, jezelf een beetje te vinden in die rol. Want je moet echt, je moet gewoon no limits. Ja. En dat was op het begin een beetje lastig. Maar als je er dan echt in zit, dan boeit het eigenlijk ook helemaal niet meer. En dan ga je er gewoon voor. En kwam er dan op een gegeven moment een punt in de repetities of zo waarvan je dacht, ah kijk, nu heb ik hem. Nu weet ik wat ik moet doen. Ja, dat was zeker wel. Want het was op het begin natuurlijk, dan doe je een beetje oefenen. En heb je een beetje de beginscènes. En dan is het een beetje van, ja, wat moet ik allemaal doen? Ja. En dan op een punt, dan kom je gewoon zo van, nou, ik moet gewoon echt gewoon helemaal losgaan. En dan, het gaat vanzelf. Maar toch is het wel, je moet er wel geduld voor hebben. Ja, dat snap ik, ja. En Chloe, jij speelde de fee. En dat niet alleen, jij opende het stuk. Ja. Hoe was dat? Dat is best wel vet. Ja. Want je zag zeg maar aan het begin, zag je van, oh, daar zitten mijn ouders. Oh, daar zitten mijn vrienden. En dan denk je van, weet je wat, laat maar. En dan focus je uiteindelijk gewoon op je tekst. En dan komt alles er gewoon normaal uit. Maar dat vond ik wel echt heel vet. Ja, dat snap ik, ja. En zo later in het stuk, wat kan je uitleggen wat de fee allemaal deed? Voornamelijk niet denken. het was best wel traag in begrip, omdat ze zo oud is. Maar zij weet het verhaal, dus zij gaat er ook vanuit dat het zo gaat. Uiteindelijk dan is de avond van het bal en dan helpt ze Assepoester met haar jurk en haar koets. En dan is ze benieuwd hoe het afloopt en dan aan het eind dan komt ze nog even terug om te kijken van hoe het verhaal afliep. Ja, en was het moeilijk om te spelen? Eigenlijk wel een beetje, want ik ben zeg maar best wel een open iemand die heel hyper was en dan een oud omaatje die is niet hyper. Nee. Dus dan is dat wel wat moeilijker. En maakt het dat nou juist leuker dat je een personage hebt dat totaal niet bij jouw eigen karakter past? Ja, want dan krijg je uitdaging. Oké. Dat vind ik heel leuk. Oké. En jij had ook wel echt een scène erbij zitten waarin iedereen losging, toch? Ja, zeker. Kan je daar meer over vertellen? Ja, dat was natuurlijk dan mijn rocknummer. Van parodie op Nirvana. Ja. En het was wel echt, dat was echt zo gaaf. Ik heb nog nooit eigenlijk naar rockmuziek geluisterd. Maar toen ik eenmaal een beetje wist van hoe ik het moest brengen, was echt geweldig om te doen. Ja, dat lijkt me ook, ja. We gaan daar eventjes naar kijken, dames en heren. Zet alle stoelen aan de kant en geniet van de wolf. Dan word ik kwaad, dan word ik zo kwaad. Het maakt me kwaad, het maakt me zo kwaad. Ik wil het niet, maar het maakt me zo kwaad. Het maakt me kwaad, zo kwaad. Ik wil stellen, ik wil stellen. Net als Frankrijk, voor mijn stellen. Voel je niet als, wil je geen ding. Dat is wel wat. Nou, dit moet toch een feest zijn geweest, ook elke repetitie? Ja, zeker. Het was ook, het was gewoon leuk, want het was dan ik gewoon die daar stond. En het moest gewoon allemaal uit jezelf komen. Want, ja. Ja, ook bij de repetitie was er vaak ook geen muziek bij en dan moet je het gewoon... Ja, doen met brute kracht, zeg maar. Ja, het is gewoon, het is gewoon moeilijk om te verwoorden. Zo mooi was. Snap ik, ja. En als jij er dan naar kijkt, naar zo'n repetitieproces, bijvoorbeeld naar dat lied, zie je hem dan groeien als wolf? Dat echt wel. Ja? Je zag aan het begin dat hij heel erg verlegen was, ook een beetje. En dan aan het eind was hij echt gewoon een wolf. Ja. En dat nummer deed hij zo perfect, vind ik zelf. Omdat het gewoon heel veel enorme... het was gewoon... rock en grunge bij elkaar en dat maakt het gewoon, het hoorde gewoon, vind ik. Ja, gaaf. Nou, jullie zijn allebei heel erg enthousiast. Zouden jullie nog een keer mee willen doen? Ja. Ja? Ja, zeker. Meteen, hup. Als de kansen er zijn, altijd. Ja, oké. Gaaf. Dan wil ik jullie bedanken voor vandaag. Ja, graag. Jullie ook, lieve kijkers. Tot de volgende keer.